Oké, okay, tweede filmpje in de reeks waarin ik het, uh, de uitwerking van de proeftentamen een beetje bespreek. Even denken, dit is leuk. Oh, opamps, opamps zijn altijd leuk. Lijken heel ingewikkeld, heel magisch, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn heel simpel. En ik hoop jullie daarin mee te nemen. Dus we gaan eerst even kijken. Hier staat een opamp als versterker. Oké, okay, zou kunnen. Beschouw onderstaande schakeling. Oké, okay, dus de ingangsschaal zit op de plus. Er zit er een terugkoppeling op de min. Dus ik gok inderdaad dat een versterker is. Uh, geen comparator. Uh, hier zit nog wat weerstand aan de uitgang. Stel dat Ra is 1k en Rb is 9k. Wat is dan de versterking van deze schakeling? En er staan allemaal dingen. Oké, okay, interessant. Um, nou, wat je zou kunnen doen is inzicht hebben. Hè, en dan zie je dat dit een follower-schakeling is. En dat dus hier de ingang altijd hier de uitgang is. En dat deze weerstand eigenlijk niks doet. Dus dat de versterking 1 is. Dat kan, maar dan moet je wel echt een beetje inzicht hebben. Dus we gaan er veel langzaam doorheen. Wat we gaan doen is we gaan eerst gewoon eens kijken. Stel dat ik hier een V in heb. En uh, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Nou, ik, ik had een aantal uh, gouden regels hè, van die opamp. Ik had in mijn hoofd zitten van, nou weet je, in principe is de ingangstromen zijn altijd nul. I in is altijd nul. Dus zowel hier loopt geen stroom en hier loopt geen stroom. Oké. Okay. De andere is dat als die in negatief feedback staat en hij staat goed aangesloten, noem maar op, het spanningsverschil tussen de twee ingangen ook altijd nul is. Dus de delta V in is altijd nul. Oftewel, V in plus is gelijk aan V in min. En eigenlijk kan ik daar bijna elke op, eh, opampsom al eh, mee doen. Dat gaan we zo meteen zien. Maar ik ga me eerst niet doen. Nou, even denken. Die i in is 0. Ja, daar heb ik niet zoveel aan hè, in dit geval. Maar die tweede heb ik, regelijk, heb ik wel iets aan. Want hier staat dus v in. Dat houdt in dat hier ook v in staat. En dan heb ik hier wel een weerstand. En die is, even denken, 1k en 10k. Dus dat is in totaal opgeteld is die uh, 10k. Hè? Nou, interessant. Uh, maar daar heb ik op zich geen last van. Hier staat V in en hier staat nog, eh, ook V in. Dus dat houdt in, ja, het is gewoon een versterken met één keer. Een beetje flauwe. Niet een flauwe som, het is een goede som maar eens. Uh, maar eigenlijk is het antwoord heel flauw. Het is gewoon één keer. Ja? Dus, en dat kun je zien door aan de ene kant te zien dat het eigenlijk gewoon een follower-configuratie is. Aan de andere kant kun je ook gewoon alleen die twee regels onthouden. Dat doe ik altijd. Ik, ik heb een hekel aan om veel dingen te onthouden. Ik onthoud die twee regels en dan kun je dit altijd weer afleiden. Dan hebben we die som te pakken. Dan gaan we naar de volgende som. Uh, eens even kijken. Deze temperatuursensor heeft een uitgangsspanning van 0 tot 5 volt. Dus we hebben een of ander ding met uh, 0 tot 5 volt. De bronweerstand van de sensor bedraagt 25 kilo. -ohm. En ik teken hem even zo. Want dan kunnen we hem zo meteen makkelijker snappen. En de ingangsweerstand van het meetapparaat is 75 kilo ohm. En dit is mijn meetapparaat, uh, dus dit hier zo, tic, 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 tic. dit is mijn meetapparaat, dit stuk. En uh, de vraag is eigenlijk welke spanning gaat er hier staan? Uh, nou, het makkelijkste is dan gewoon hier even zijn volle bereik te pakken. Dus stel dat hier 5 volt staat. Als hier 5 volt staat, dan zie je dat er hier een spanningsdeler is van 25 en 75 k. Nou, als je snel bent, dan zie je al meteen dat dat dus inhoudt dat je 75% van je signaal overhoudt. Maar we gaan het gewoon even netjes doen. We gaan even kijken, wat is de spanning die hier komt staan? De spanning die hier komt staan is 75 K gedeeld door de totale spanning. Hè, dus deze weerstand gedeeld door deze weerstand. Gedeeld door 25 K plus 75 K. Maal de ingangsspanning. V in. En dat wordt dan de. Uitgangsspanning. Ja? Uh, ja. Even denken hoor. 75 gedeeld door 25 plus 5, ja, 75. Ja, dus 75 gedeeld door 100. Ja, dat is 75 procent. 0,75. En dat is 75 procent. Dus dat is, tuk tuk, tuk, tuk tuk, nummertje A. Deze. Ja? We gaan weer even naar de volgende, het volgende filmpje.